Gisterochtend kreeg de overbuurman een berichtje van Frank S., een van de moordverdachten. Of hij zin had in een bakje koffie bij hem. Eenmaal binnen bleek S. Huilend aan tafel te zitten. Hij was bezig aan een brief gericht aan de nabestaanden van Alex Wiegmink. Dat is de man die in 2003 is overleden in de Veluwe. En Frank S. blijkt een van die moordenaars te zijn geweest. Hij heeft 13 jaar lang verborgen weten te houden dat hij daarbij betrokken was. En nu kwam hij eindelijk op het punt om ze daadwerkelijk te gaan melden bij de politie. Zijn overbuurman heeft hem daar uiteindelijk naar toegebracht, naar een politiebureau. En een aantal uren later is de politie massaal bij hem in de straat een kijkje komen nemen. En hebben zij een inval gedaan in het huis waar Frank S. woont. De overbuurman had dit absoluut niet zien aankomen. Je moet het zo zien, hè, je woont al je hele leven lang in een bepaalde straat. Hij ging heel erg goed om met de moordverdachte Frank S. En dan plotseling krijg je te horen dat diezelfde man, bij wie je kinderen ook nog over de vloer zijn geweest, een andere persoon te hebben vermoord. Dat is een ontzettend schokkende mededeling die dan wordt gedaan. Die overbuurman, ja goed, die zegt, hij trof eigenlijk in het huis van Frank S. een hoopje verdriet aan.